Ik heb onlangs met een aantal collega's van jullie die hier rondom me heen verzameld staan, zoals je inmiddels ziet, een heel erg leuk filmpje opgenomen in het kader van de pensioencampagne. En dat willen we natuurlijk graag met jullie delen, dus veel kijkplezier. Daar gaan we. Robert en Brink rijden met zijn Love Limo naar Amstelveen om een speciale videoboodschap te brengen aan Kevin Belovic van Meijers Verzekeringen. Kevin weet nog niets van zijn komst en zal dus volledig verrast worden. Ja, we zijn er bijna. Zo, daar zijn we dan. We zijn nu vandaag met een bijzondere boodschap voor iemand die hier binnen aan het werk is. We gaan even kijken. Ja. Hallo. Hallo. Dag. Ik ben Robert. Hallo Robert. Hallo. Ik ben op zoek naar iemand die hier werkt. Ja. En dat is Kevin Belovic. Kevin Belovic, ja. Is die bekend? Die is bekend. Ja, wat is het voor iemand eigenlijk? Die werkt op de afdeling pensioenen. Oh. En okay. die is er vandaag. Dus nou, dat is mooi. Je kunt doorlopen. Ja, mag het? Ja, dan loop ik meteen even door. Goedemiddag. Bezoek voor jou. Kevin. Hoi. Belovic. Ja. Dag. Ik ben Robert. Hi Robert. En Brink. Hallo. Hi. Ik heb een hele bijzondere videoboodschap voor jou. Voor mij? Ja, die wil ik je even laten zien. Ja, ik loop met je mee. Ja? Wat is er gebeurd? Ja, een klein ongelukje. Keukenkastje. Ja, zoiets. Toch niet ruzie gehad of zo? Of, nee. Niks aan de hand, hoop ik? Nee. Oké, okay. Loopt even. Hij kan even weg, hè? Ja, hij kan weg, hoor. Ik neem hem over. Dankjewel. Deze kant? Wat leuk. Nou, dat weet ik niet. Zo, dit is toch Kevin Belovic, hè, jongens? Ja, oké. Okay. Ja, nee, mooi. Dat we niet de verkeerde hebben, want anders gaat alles mis. Dat willen we niet, natuurlijk. We gaan even naar beneden. Daar sta ik met de Love Limo. De limo? De Love Limo. Love Limo. Nou Kevin, ik zal even keurig de deur voor je open doen. Ga je gang. Dankjewel. Het is linksaf en dan 100 meter naar links. Ja, tot het einde graag. Door de Love Limo. Nou Kevin, daar Robert. Zitten we dan. Ja. En dan moet ik toch even aan jou gaan vragen. Heb je enig idee van wie... Ik heb geen idee. Geen enkel idee? Geen enkel idee. Er gaat nergens een lampje branden? Er gaat nergens een lampje branden. Het is onmogelijk dat je denkt, nou dat zou best van die... Als het om love gaat, dan zou het om een vriendin moeten gaan. Oké. Okay. Ja. Dan wordt het spannend. Hè? Dan wordt het spannend. Dan wordt het inderdaad spannend. Kevin, ik wens je heel veel plezier. Ja? Kijk er rustig naar, laat het op je inwerken. Hier komt het. Ja? Okay. Daar gaan we. Hoi. Je schrikt hier misschien een beetje van, maar ik wil je graag iets vertellen. Ik heb je een tijdje geleden voor het eerst ontmoet. En sinds die eerste ontmoeting moet ik de hele tijd aan je denken. Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd. Ja, maar misschien ken ik jou wel veel beter dan jij mij. En daarom heb ik Robert en Brink gevraagd om ons aan elkaar te koppelen. Ja. Wie is dit? Ik heb geen idee. Nou, jullie hebben elkaar net ontmoet, zegt ze. Ja, via de telefoon. Ik ken haar niet. Je hebt geen enkel idee wie dat is? Ik heb geen enkel idee. Nee. Leuke dame trouwens. Ja. Zullen we even verder kijken? Ja. Of zeg je van nou nee... Kijk maar verder. Ja? Oké. Okay. Nou, hier komt het. Gaan we door. Ja, het begon een tijdje geleden. Nadat ik je voor het eerst gezien had, kwam ik erachter dat jij ook in de pensioenbusiness zit. Nou, toen wist ik het meteen. Wij passen bij elkaar. Ja, vanaf dat eerste moment ben ik echt heel erg onder de indruk van je. Eigenlijk had ik direct al wel wat af willen spreken, maar ja. Ik vond het ook wel spannend om toenadering te zoeken. Ik bedoel... Je stapt toch niet zomaar op iemand af om een afspraak te maken. Nou, waar het eigenlijk op neerkomt, is dat ik heel veel interesse in je heb. Het lijkt me zo fijn om met jou samen te zijn. Dus wat ik je wil zeggen... Ik wil een relatie met je. Wil jij mijn partner zijn? Zo. Dat is een grapje toch, of niet? Nou, ik zit erbij en ik kijk ernaar. Het is nog, ik geef toe, het is nogal een heftige boodschap, toch? Het is een heftige boodschap, ja. Nee, maar neem je me nou aan de maling? Of nou ja, nee, dit is deze mevrouw die jij zegt niet te kennen. Mag ik zo zeggen? Jij zegt haar niet te kennen? Ik ken haar niet. Echt niet? Ik heb geen idee. Maar ze wil een relatie met je. Dat is een serieuze vraag. Dat is een serieuze vraag, maar dat is natuurlijk knap lastig als je iemand niet kent. Toch? Nou, laten we anders nog heel even doorkijken, ja?
Ja. Ze heeft nog meer te vertellen. Kevin Belowitz weet niet dat hem een tweede grote verrassing te wachten staat. Ik hoop echt dat je open staat voor een diepgaande relatie. Nou, ik spreek namelijk niet namens mezelf, maar namens pensioenverzekeraar Delta Lloyd. Delta Lloyd wil graag de official partner van de pensioenprofessional worden. En dat willen ze via deze weg graag aan jou laten weten. Ze hopen dat ze nog lang en gelukkig met je kunnen samenwerken. Ja, absoluut. Delta Lloyd staat buiten te wachten om dit partnerschap met een glaasje champagne te beklinken. Ja, dat gaan we doen. En jullie heel veel succes samen. Ga je gang? Ja. Hey, dag Kevin. Hoi, met de bundel van Delta Lloyd. Ja. Erik, hi. Wat leuk, jullie hebben me laten schrikken. Hoi. Ja. Dankjewel. Kevin was bijzonder opgelucht toen hij merkte dat het om Delta Lloyd ging. Daar is maar even op proost. Ja. Proost. 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 Ja, Erik. Voor de schrik hebben we nog iets voor je meegenomen. Oké. Welke partner je ook maar wil. Een waardecheck ter waarde van 150 euro. Wat ga je ermee doen? Iets leuks voor je vriendin kopen, neem ik aan. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Toast op jullie samenwerken met ons. En iedereen bedankt. Kevin, je doet het alleen als je de limo een weekend erbij krijgt? Ja, kan dat? Nou, daar moet ik even overleggen. En hoe is je pensioen geregeld, Robert? Oeh, Kevin, je maakt me wel moeilijk.